Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ga even er goed voor zitten. Het is vandaag zaterdag en vandaag is een heel spannende dag voor ons, want Nessim gaat vandaag vechten. En hier heeft hij echt zo lang naartoe gewerkt en ik heb er ook echt onwijs veel zin in, want Nessim heeft hier echt gewoon 2 maanden voor opgeofferd. 2 keer per dag trainen, 2 keer per dag slapen, voeding, alles. En ik heb hem daar ook echt goed bij geholpen. En ja, ik heb gewoon zin in het gevecht. Ik heb trouwens mijn wimpers gisteren gedaan bij Fabulous. Dus ik vind dat ze echt wimpers heel mooi kunnen doen. Ik heb zelf voor ze overdreven gekozen. Dus ik vind het heel mooi. Ik had van die nepwimpers van mezelf meegenomen. En ik zei, doe deze maar na. En dit is het. Ik vind het echt mooi. Oké, mijn haar ziet er echt niet uit. Ik ga mijn make-up eraf halen en ik ga het klaarmaken. Ik zie jullie straks weer. Doei, doeg. Ik ga nu even eerst een vlog editen, want ik heb echt nog heel veel om te editen en te plaatsen. En als ik dat nu niet doe, dan loop ik heel erg achter als ik in Dubai ben. Dus dan moet ik allemaal even afronden nu. Anders loop ik echt zo'n maand achter met uploaden. En nu even mijn make-up eraf halen met deze doekjes. Ik kom net uit de douche. Oh. Ik heb mijn haar gefund, maar die zit eigenlijk helemaal voor geen meter. Daar baal ik echt van. En ik ga nu rustig aan mijn make-up doen. En mijn omkleden. Honey die komt zo met een uurtje. Zo moet ik eigenlijk ready zijn. Ik laat jullie trouwens mijn jurk zien. Kijk, dit is mijn jurkje. Je ziet hem nog niet heel goed vanaf hier. Maar goed. Dit is mijn jurkje. En hij schijnt hier in het midden een beetje door. En dit is de rug. Hij is echt heel erg cute. Dit is mijn jurk. En ik ben net aan de Primark geweest. En ik heb zo'n BH gehad. Ik weet nou niet of ik deze kleur moet halen. Of deze. Maar het is een BH die je op je borsten zeg maar kan plakken. Dus ik ben echt benieuwd of dat oké gaat zitten. Oké, ik heb me klaargemaakt. En dit is mijn outfit. Ik ben echt heel erg blij met mijn jurk. Ik was echt bijna bang dat ik gewoon geen fatsoenlijke outfit kon regelen. Dat ik gewoon met een oud jurk erheen moest. En ik wou zo graag een nieuwe jurk. En ik heb ook gewoon echt een super mooie jurk gewoon geregeld. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Deze is van Missguided en kost ongeveer 40 euro. En ik heb hem binnen 1 werkdag laten leveren. Even kijken of ik hem van een afstand kan filmen. Oké, ik dacht ik laat jullie even mijn jurk duidelijk zien. Ik had niet echt de juiste sieraden hiervoor. Ik wil eigenlijk zilveren sieraden erbij. Maar die heb ik niet. Dus ik heb mijn oude Swarovski oorbellen ingedaan. En dit is mijn jurk. Ik ben hier ook echt zo blij mee. Ik ben echt zo blij met dit jurk. En nu ga ik even kijken welke hakken ik hieronder aan ga doen. En dan ben ik eigenlijk ready. En als het goed is komt Honey 10 minuten later. Dus tot nu toe loop ik best wel op schema. Wat een troep hier. Inmiddels is Honey aangekomen. Ik ga trouwens deze schoenen hieronder aandoen. En ik moet nu gewoon Honey opmaken. Zij heeft gewoon voor zichzelf al geregeld dat ik haar ga opmaken. Hè? We hebben amper tijd bij deze. Ze komt er gewoon aan zonder make-up. Niet eens omgekleed. Gewoon chillen. Ze heeft wel Red Bull van me mis. Gewoon omkoperij. Maar zo eerlijk, ze kopt me om, hè. Wij zijn inmiddels onderweg naar Almere. En Honey rijdt in Nessim's auto. Hij heeft zijn auto aan ons uitgeleend. En eigenlijk was de bedoeling dat ik erin reed. Maar ik ga heel eerlijk zeggen, ik durf dat niet aan. Laat maar. En Honey kan heel goed auto rijden. Ik denk, Honey, doe jij het maar. En Honey geniet echt van het moment gewoon. Hoe chill rijdt hij? Oh, hij is zo lekker. Ja. Ze is echt gewoon aan het chillen. Ze rijdt op een 130 weg, rijdt ze gewoon 90. Gewoon te genieten van het moment. En Marcel in de back. Hij heeft echt heel veel lol met ons, zoals je ziet. Ik heb trouwens mijn hakken ingeruild. Ik wou eigenlijk die beige hakken aandoen, maar ze deden me al bijna 5 minuten. Dus ik dacht, dat gaat hem echt niet worden. Ik heb nu slippers aan. En ik ga straks weer mijn Primark hakjes aandoen. Ik ga weer deze gewoon aandoen. Die zijn gewoon veel fijner, dan kan ik het veel langer op uithouden. En het wordt best wel een lange avond als het goed is. Alleen ik baal van 1 ding en dat is dat ik mijn poeder ben vergeten. En ik weet dat ik heel snel ga glimmen. Dus dat is niet een goed idee als je goed kijkt. Zie je waar ons gaat het wachten. Wij zijn inmiddels bijna aangekomen. Nog 5 minuutjes. En nu vind ik het eigenlijk best wel een beetje spannend worden. Vond jij spannend? Honey is meer bezig met de knipperlichten. Elke keer als het naar rechts gaat, doet zij gewoon naar links aanvinken. Muziekwijk, hè? Ja, muziekwijk. Nee, maar ik vind het nu een beetje spannend worden, omdat we
moet best wel dichtbij zijn. Best wel eng, want het is nu zeg maar 7 uur. Wij komen 5 over 7 aan en vanaf 8 uur gaan ze live op tv als het goed is. Dus dat wordt hier een beetje spannend. Ik heb zelfs een boek bij me. Oh mijn god. Heb je zelfs een boek bij je? Ze heeft zelfs koekjes bij zich. Koekjes bij zich. Ja, voor als het natuurlijk. Jullie ook nog wat? Of heb je nog? Oké, ik ben inmiddels denk ik voor de 10e keer naar de wc. Ik ben zo zenuwachtig. Ik sta echt om een kwartier op de wc. Maar ja, we moeten volgens mij nog één partijtje afwachten. En dan is Nessie eindelijk. Het is een beetje uitgelopen. Uitgelopen inderdaad. Het is nu al 10:55. En hij zou eigenlijk 10:30 al klaar zijn. Als het goed is. Maar goed, het duurt nog even. Wij zijn hier nog even helemaal. Ik heb eigenlijk geen zin meer. Nee, ik ook niet. Maar goed, ik heb buikpijn. Goedemorgen, het is vandaag maandag en wij zijn vanochtend aangekomen in Dubai. En we zitten lekker aan het zwembadje nu. Het is echt super warm. Ik wil net gaan vloggen, want mijn camera ging beslaan. Zo warm is het hier gewoon. En ik heb ook echt zin om te zwemmen. Nessim heeft trouwens gisteren, was dat? Het is eergisteren, hè? Ik besef dat niet. Eergisteren heeft hij dus gewonnen met de vechtpartij. Ik heb het niet echt kunnen vloggen, want ja, ik was daar echt zo bezig met van alles, behalve met de filmen eigenlijk. Heb je echt niks gevlogd? Nee, ik heb wel wat gevlogd, maar niet. Maar niet voor de gevecht? Nee joh, nee. Ik was echt niet ermee bezig. En ja, let's eat. Misschien doe ik nog een paar beelden of zo ertussendoor editen. En we zijn nu inmiddels in Dubai. Ik heb net geslapen met Nessim. Dus ik ben echt nog een beetje brak. Maar wij gaan nu lekker zwemmen. Hanini, heb je zin om te zwemmen? Ik heb hartstikke veel zin om te zwemmen. Kom, we gaan zwemmen wat er rondloopt. Ik weet. We gaan naar het zwembad op. Ik vraag me af of die water lekker is. Dat is die. Wij gaan nu naar het zwembad lopen. Jongens, ze hebben hier het zwembad en de beach. Ja. En het is echt 20 meter of zo. Het hotel is wel echt mooi. We hebben echt zo'n mooi suite. Ik ben er heel blij mee. Dat uitzicht is toch ook echt mooi. Kijk. Dit is trouwens ons zwembad. Laat uitzicht. Ja, mijn camera gaat weer beslaan. Ik ga echt? Stuk hier. En kijk hier strand. Dat is ook echt mooi. Ik weet normaal. Nou ja, wij gaan gewoon nu even lekker zwemmen. Ja, Nessie wil nu ook even graag voelen hoe het strand voelt. Dus we gaan daar nu heen lopen. Alleen niet zo slim, want ik heb nu al de voeten. We moeten door het zand heen lopen. Ah, joh. Oh, dat is zo lekker. Ik heb het echt gemist, man. Wat? De warmte en zo? Ja, weet je hoe lang geleden wij samen op vakantie zijn geweest? Ja, Bali. Ja, dat was echt onze laatste keer. Oh, what a great time to be alive. Het water is warm? Nee. Jesus. Huh? Met deze warmte zou je juist denken dat het gewoon koud is. Het is zo warm. Oh, lekker man. Ik heb echt zo slecht ingepakt. Echt last minute weer. Dezelfde dag dat we gingen vliegen heb ik mijn koffers ingepakt. Toen zei ik al van, altijd als ik zo inpak vergeet ik dingen. Ik ben dus vergeten om mijn zonnebrandcrème in mijn tas te doen. En nu ben ik eigenlijk gewoon aan het zonnebrandcrème. Dus ik moet echt oppassen dat ik niet ga verbranden. Ik hoop dat ik niet ga verbranden. En dan gaan we straks even zonnebrandcrème halen. Ja, ik heb een club sandwich besteld. In de box. En je krijgt hem dus zo. Het ziet er echt cute uit. Ik krijg zelfs friet erbij, dat wist ik niet. Lekker hoor. Yummy. Oké jongens, ik ga jullie even een rondleiding geven in onze suite. Hier heb je de wc. Het ziet er trouwens echt zo mooi uit hier. Niet normaal. Hier heb je een zithoekje. Hallo. Hi! Ja, geef jij maar even een rondleiding. Ik weet niet wat ik moet zeggen, zeg maar. Ik heb dit erbij gehad als ik kom. Nee, nee, geef jij maar een rondleiding, Nes. Dus welkom in een hotelkamer. Ja. Wij gaan naar het toilet. Het toilet. Een mooie plek. En het leuke aan dit toilet is dat je erop kan zitten. Nee, kan hallo? Ja? Doe maar twee flessen. Stop. Maar iemand komt echt aan de telefoon. Dus dit is het toilet. Ja. En dan ga je verder in de woonkamer. Dus de living area. Een klein keukentje. Kan je koffietje maken voor jezelf. Dat is leuk. Dan kun je tv kijken. En natuurlijk het prachtige uitzicht.
van Dubai. Dit is gewoon Dubai. Dit is echt heel mooi. Dit is prachtig. We hebben ook gewoon letterlijk de beste suite. Alleen het hoogste en gewoon het beste uitzicht. Ja, doe eens open. Laat even van boven zien hoe ons zwembad eruit ziet. Wow. Kijk eens. Het is zo warm. Niet normaal. Echt mooi. Nou, oké, nou. Wacht even, de deur dicht. Nou, dan komen we in het andere gedeelte, dus het slaapgedeelte. Hier nog een tv. We hebben twee televisies, hartstikke leuk. En hier heb je een heel groot bed. Een king size bed. Met nog een uitzicht. En dan hier, kijk dit. Mijn god. Waar het grote bad. Hier hebben we een douche. Nog een wc. Of als je samen scheidt, dan alleen een douche kunt. En dan heb je hier. Oh, we hebben nog een kledingkast. Hier een kledingkast. Zo, nou, hebben we ruimte of niet? Spiegel. Heel fucking groot. Dit is lui, man. Hier Hermes, dit is van Hermes. King shit, niveau. Dit is echt lui. Het is inmiddels 7:30 en het is al echt zo donker dat ik echt niet verwacht. Ik wil nog mooie foto's maken, want het gaat denk ik niet meer lukken. Maar kijk hoe chill de sfeer hier is. Daar zijn ze nu aan het douchen. En ik ben in dit hoekje mijn haar aan het feunen. Ik vind het hoekje zo top. Ik ga hier straks denk ik ook mijn make-up en zo doen. Ik vind het zo leuk. Messi moest de douche. Ik doe. Ik wou dat ik niet goed. Ik heb net veel maak de deur open. En bam. It was all over the place. Maar goed, wat wil je nou zeggen? Ik wou je vragen hoe de douche was. Ja, lekker. Ja. Zo, ik heb me klaargemaakt, maar leuk, echt goed. Vandaag, ik heb een topje aan van de Zara en een rok van Pretty Little Thing. Het is een mini rok. Just like my stupid. Doe even gewoon normaal, man. Ja, ze heeft even op de kop gekregen. En ja, that's it. Dit is mijn outfit en we gaan nu... Waar gaan we naartoe, Nes? Shake-shack. Shake Shack gaan we. We willen naar de shopping mall. Het is echt heel vroeg al donker geworden. Dus we gaan lekker naar de shopping mall en dan gaan we daar Shake Shack eten. Want dat hebben we echt gemist sinds de vorige keer we in Dubai waren. En dan is het gewoon even een chill dagje. Ik weet alleen niet of ik dit hier nu zo moet laten of niet. Het ziet er een beetje awkward uit gewoon. Ik ga even kijken. Trouwens, ik heb mijn nieuwe parfum op van Lancôme. En dit is eigenlijk helemaal geen geurtje voor mij. Want ik heb nooit zoete geurtjes. Maar ik vind deze wel lekker. Ik weet niet. Ik vind hem echt lekker. Op mijn lippen heb ik weer Kat Von D die ik in Spanje had gehaald. Bij de Sephora. Oh ja, trouwens hier ook de Sephora. Daar wil ik ook langs gaan. Nee? Naar de Sephora. Ja. Dat dacht ik wel. We hebben vandaag denk ik niet eens echt 3 uur buiten gezeten, hè, Nes. Maar ik voel me al zoveel meer uitgerust gewoon. Heb jij dat niet? We hebben goed geslapen. Ja, we hebben ook echt heel goed geslapen. Ik denk zo'n 4 uurtjes toen we aankwamen. Zijn we daarna gelijk gaan zwemmen. Het was echt heel lekker. En ik dacht dat vandaag trouwens 40 graden was. Maar het is 35 graden. Dus dat scheelt. Want ik had hiervoor, voordat we hier naartoe kwamen, had ik gehoord van mensen dat het echt heel erg benauwd was hier. Maar het viel eigenlijk reuze mee vandaag. Dus daar ben ik echt blij mee. Kun je even zeggen aan mijn volgers wat je net aan die man vroeg? I need that thing to put in the thing. I need the thing to put in the thing. Gaat niet eens open. I don't know. Oh hier. Oh. Nou, helemaal geweldig. Maar wat vroeg jij nou? Nee, niet de ding te voeten in het ding. Wij zoeken toch zo'n oplader. En die van ons past natuurlijk niet in stopcontact, want die van hun is die anders. Je hebt deze nodig, klopt. Ja, dus dat moest hij vragen. Dus tres puntos. Mijn camera beslaat helemaal. Door de echt niet normaal. Wij zijn nu onderweg naar de Dubai Mall. Heb je trouwens weer honger, Nes? Ja. Heb je honger? Nog niet helemaal. Ik heb wel trek, als ik eerlijk moet zijn. Ja hoor jongens, we zijn terug. Oh, dit zijn echt mijn favoriete burgers gewoon. Heb je zo lang op gewacht? Echt hè? Oh ja, en de cheese fries zijn van mij. Yummy. Zo lekker. Wie kan deze aquarium nog herinneren van onze vlogs waar we echt die grappige foto's hebben gemaakt. Zo mooi, het blijft echt mooi. En dan het plafond. Ik ben echt oprecht zo chill om weer in Dubai te zijn. Ik ben echt aan het genieten gewoon. Kijk, Nessie dan.
eigenlijk helemaal onder de indruk van de visjes. Mooi, Nassim? Hey, die vis is niet normaal groot. Welke bedoel je? Deze dag heb ik niet. Vis. Ik heb een haai hier. Dat is een klein kinderen, hè? Ik ga even een paar dingetjes passen. Ik heb niet zoveel leuke kleren mee. Ik vind het boek echt zo cute. Ik hoop echt dat het mij past. Wij zijn nu bij Yoghurtland. Yoghurtland, echt Holland. Yoghurtland. Thank you. En we hebben lekker een bakje samengesteld. Het ziet er zo goed uit. Dit is mijn bakje. En het is Nessim's bakje. Nessim heeft altijd meer fruit dan ik. Ook zijn ijs. Je hebt altijd een fruitsmaak en ik er nooit. Praat ik zo? Zoals als Mirjam boos op mijn woord, het eerste wat ik dan hoor. Ik was niet eens boos. Ik was jou iets aan het vertellen. Opeens gaat hij mij gewoon keihard uitlachen. Mirjam was boos op mij. We hadden het over mijn grootste angst, zeg maar. Om vast te komen te zitten in een onbekend land. Dus stel je bent in Thailand en je moet op in één keer vast gaan zitten. Wie de fuck moet je bellen? Ja. Ik ken ook niemand zijn telefoonnummer uit hun hoofd. Dus zij is boos op mij. Omdat ik haar telefoonnummer niet uit mijn hoofd ken. En dat ik haar niet kan bellen wanneer ik vast zit in een ander land. Ja. Dat moet ik doen. Kunnen. En toen werd ze boos. En toen? Oké, wij zijn inmiddels weer in het hotel. Ik ben echt vet moe. Wat wil ik zeggen? Ja, ik ga zo even wat makkelijks aan doen. Make-up eraf halen. Dan gaan we even naar beneden. We gaan even buiten nog eventjes een koffietje drinken hier voor het hotel. Want hier hebben ze echt heel veel gezellige plekjes in het hotel. Dus daar gaan we even zitten. Wat drinken. Daarna gaan we even naar boven. Dan gaan we gewoon slapen. En ik ga echt heel erg lang slapen. Het is nu 11:30. Ja, het is helemaal niet zo vroeg, joh. Ik denk dat we... Hoe laat gaan we morgen wakker worden? Hanini? Ik denk een uurtje of 9. Uurtje of 9. Lekker ontbijten. Waar is die kaart in de kamer? En dan begint onze dag. Ik heb het hierin gedaan. Doe rustig. Nee, wacht. Geef ik hem een free pokeball. Oh ja, heel graag. Mag ik free pokeball? VIP kaart. In ieder geval, ik ga de vlog voor vandaag afsluiten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei, bedankt voor het kijken.